Gemeente Overbetuwe doet mee aan experiment om koopkracht en een laag inkomen uit de taboesfeer te halen. In de Tweede Kamer is iedereen het met elkaar eens. Armoede mag niet in Nederland. Het is een van de belangrijkste onderwerpen waarover wordt gesproken op Prinsjesdag en bij de algemene politieke beschouwingen. Maar er is geen eenduidige definitie van armoede. Organisatie Forte Welzijn streeft naar meer aandacht en bewustwording met betrekking tot deze definitie. Zij hebben een experiment bedacht om koopkracht en een laag inkomen uit de taboesfeer te halen. En inwoners uit Overbetuwe doen daaraan mee. Armoede is natuurlijk per land ook weer verschillend. Maar als je niet mee kan doen en uitgesloten wordt van basisvoorzieningen, dan heb je het wel over armoede en dan kom je in een sociaal isolement. Of je voelt schaamte of je krijgt stress. En daarom heeft deze welzijnsorganisatie een experiment bedacht waarbij mensen een week lang rond moeten komen van een minimuminkomen. En dan is de bedoeling dat je een week lang bijhoudt wat je uitgeeft. En er zit een maximum bedrag aan. Je moet er 3 gezonde maaltijden per dag van maken. Je moet jezelf ervan vervoeren. Je moet een vrije tijdsactiviteit doen. Voor de deelnemers van deze rondkomweek is het houden aan een kleiner budget toch best even wennen. We zijn met z'n vieren thuis. 2 volwassenen, 2 kinderen. Dus zeg maar een €30 per dag. Ik heb begrepen dat ik nu met €130 voor een week moet kunnen. Dat is €18,5 per dag. Dus het is haast een besparing van 40-50% wat we minder kunnen consumeren deze week. Een van de verschillen waar wij ons nog moeilijk in kunnen verplaatsen is dat wij het slechts voor een week doen. Terwijl mensen die in armoede verkeren of een minder gevulde portemonnee hebben, daar een veel langere periode in zitten. En het leek ons een creatieve manier om ervoor te zorgen dat mensen zelf gingen ervaren hoe het is om tijdelijk met weinig geld rond te komen. Nou, ik heb het natuurlijk besproken met ons gezin. En in eerste instantie is het van, het is misschien wel oké, maar ik wil wel graag dit of dit kunnen. Dus de een die wil wel graag kwark blijven eten en de ander die wil toch graag een snoepje kunnen pakken. En tegelijkertijd hebben ze ook wel sympathie voor het experiment dat ze zeggen van ja, eigenlijk is het ook wel mooi om ons gewoon een keer proberen te verplaatsen in de mensen die het minder hebben. 12 oktober vindt er een talkshow plaats waarin deelnemers, experts en ervaringsdeskundigen bespreken hoe het is om met weinig geld te leven. Zodat ook in de hele samenleving in deze gemeente daarover gesproken gaat worden. En dat de gemeente daar misschien nog bepaalde dingen hun beleid op kan aanpassen. En ik denk ook mensen die het taboe willen doorbreken over hoe het is om met een klein inkomen rond te komen. SPO De Windroos in Nijmegen Noord is donderdag gehuldigd als zogenaamde Rots- en Waterschool. Het Rots- en Waterprogramma is een psychofysieke training en methodiek en kan worden beschouwd als een weerbaarheids- en antipestprogramma. Volgens de school stelt het leerlingen in staat om beter voorbereid te zijn op de uitdagingen van de maatschappij en hen te helpen groeien tot veerkrachtige mensen. Op basisscholen gebeurt het pesten meestal nog mondeling. Dit pestgedrag is meestal uitschelden, beledigende grapjes maken, bijnamen gebruiken of iemand uitsluiten, niet mee mogen doen. Dan werd je vaak buitengesloten of je mocht niet meedoen of je was anders dan de rest. Maar ja, maar op deze school is dat niet. Ik vind het fijn dat ik nu niet meer alleen op het schoolplein zit, maar samen ben. Dat ik soms... Ik word soms wel vaak stekel genoemd. Om leerlingen weerbaarder te maken tegen dit pestgedrag krijgen alle leerlingen van de hele school rots- en waterlessen. De vuist staat voor een rots. Sterk staan en voor jezelf opkomen. De andere hand is een open waterhand dat staat voor meebewegen en samenwerken. In de lessen is veel aandacht voor fysiek handelen. Ja, je bent veel meer aan het doen. Dat is ook fijner dan de hele tijd praten in een kring. Een van de oefeningen is grenzen stellen. Joe is heel zacht. Wat dat betreft minder weerbaar als Jack, zeg maar. Maar hij durft wel zijn grenzen aan te geven. Dus er is echt wel een groei daarin gemaakt. Op enkele middelbare scholen in Nijmegen is digitaal schelden en roddelen momenteel een probleem.
Vroeg met weerbaarheidstraining beginnen blijft daarom noodzakelijk. Nou, ik heb toevallig gisteren een mail gekregen van de middelbare school van mijn oudste. En ik merk aan mijn oudste zoon dat hij daar eigenlijk daar niks van meekrijgt. Gewoon omdat hij weerbaarder is gaan staan door de cursussen die hij hier op school heeft gekregen. Ja, hij was makkelijk beïnvloedbaar. Hij is nu met meer zelfvertrouwen van deze school afgekomen, waardoor je hem minder kan beïnvloeden. John Berens legt tijdelijk zijn taken neer als commissaris van de Koning in Gelderland na beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag. Berens werd afgelopen weekend in de Gelderlander beschuldigd van verbaal grensoverschrijdend gedrag. Zo zou hij woedeuitbarstingen hebben en schelden tegen ambtenaren. In zijn team zou sprake zijn van een angstcultuur. Afgelopen maandag gaf Berens een verklaring tijdens een ingelaste vergadering. Hij herkent zich niet in de beschuldigingen en riep op tot een onafhankelijk onderzoek. De fractievoorzitters moeten officieel nog wel met een onderzoek instemmen. Donderdagavond komen zij bij elkaar. De oversteekplaats bij het plein voor het station in Nijmegen krijgt een nieuwe inrichting. Het wordt toegankelijker en veiliger. De fietsbanen worden gescheiden door een middel van afscheidingen. In het midden maakt de gemeente in het verlengde van de Van Schaak-Matonsingel een soort eiland voor voetgangers. Aan beide kanten van het eiland komt een zebrapad over de fietsbaan. En voetgangers hebben hierdoor een kortere oversteek met een rustig middengebied. Fietsers kunnen niet meer kriskrassen plein over. Vanaf 25 september start het werk. De 29e is het klaar. De Eisenhowerplas in Elst, ook wel bekend als de Aamse Plas, wordt binnenkort getransformeerd tot een groene oase met een drijvend zonnepark, bloemrijke oevers en wandelpaden. Initiatiefnemers Vattenfall en K3 Delta verwachten in 2025 te beginnen met de aanleg. De oude Zandwindplas ligt op het bedrijventerrein De Aam in Elst. Dit watergebied van 22 hectare was al eerder in beeld om plaats te bieden aan een drijvend zonnepark. In 2016 deed de stichting Betuwe Energie daar een poging toe, maar ze staakten die pogingen na problemen met de subsidie. Een belangrijke week voor de Nijmeegse Ton Peters. Hij is afgelopen dinsdag namelijk 100 jaar geworden. Op de dag zelf was er natuurlijk veel visite, een lekkere taart en ontving hij een brief met felicitaties van de koning en koningin. Maar ook woensdag was het een spannende dag voor Ton. Hij kreeg namelijk bezoek van de burgemeester. Hallo, goeiedag. Je hebt Lara, zit hier mooi. Je blijft rustig zitten hoor. Hallo, van harte gefeliciteerd. Met gisteren eigenlijk, hè? Ja, 100 jaar, topleeftijd. Zo, bijzonder hoor. Ja, nou, ik mag ook nog rustig blijven zitten hoor, voor mij niet te gaan staan. Een mooie bos bloemen, kijk daar, dames, zo staan mooi in de hoek, hè? Ja. Ja, nou, ik heb een mooie bos bloemen voor Nederland, met een verjaarskaart. Dank je wel. Ja, en ze hebben je ook een herkenbaar vignet gegeven, hè? Ja, dat was hartstikke leuk. Want, ik kreeg kaarten van allerlei kanten en dus van mijn instanties, onder andere van de koning. En de burgemeester die is net langs geweest, ja. Hoe was dat? Nou, dat was wel leuk. Want je verwacht eigenlijk, je staat eigenlijk met grote vraagtekens van tevoren. Maar hij blijft gewoon normaal, hoor. Dus je kunt makkelijk een gesprek met hem voeren. En dan, aangezien ik dus bij de gemeente gewerkt heb, op het stadhuis, wist ik dus, had ik dus een eng aanknopingspunt. En dan gaat het toch makkelijker dan. Tom mag dan wel 100 jaar zijn geworden, maar hij gaat nog goed met de tijd mee. Zo heeft hij een eigen laptop waarmee hij mails verstuurt naar zijn dochters. Ik mail nog steeds. En nog wel Apple. Dus. Dat is ook al niet. Dat is ook al een beetje afwijken. Maar ja, goed. Ben je een beetje bijblijven, dan moet je dat doen. Hè? En dan nog enkele berichten die we langs zagen komen op de sociale media. Gemeente Beuningen start een inkoopactie waarmee huiseigenaren duurzame maatregelen voor hun huis kunnen aanschaffen.
Met deze actie kun je energiebesparende maatregelen inkopen, zoals isolatie of zonnepanelen. Aanstaande maandag is er om 19:30 s'avonds een digitale informatieavond over deze inkoopactie. Over Betuwe start weer een tegelruilactie. Inwoners kunnen de tegels uit hun tuin inruilen voor plantjes en ze krijgen compost in ruil voor zand. De tegels kunnen worden opgehaald door een speciale tegeltaxi. Aanmelden voor deze actie kan nog tot en met aanstaande zondag. En gemeente Nijmegen meldt op Facebook dat het Triavium weer open gaat. De zomer is nu toch echt wel voorbij, dus opent de schaatshal aanstaande maandag weer haar deuren voor een nieuw schaatsseizoen. Afgelopen juni werd het Triavium nog opgefrist met een nieuw dak. De iconische rood-gele banen werden vervangen voor een egaal grijs dak. Na een behoorlijke regenachtige dag trekt het regengebied pas in de komende nacht het land uit. Morgen zal vervolgens ook weer een vrij wisselvallige dag worden met vooral veel buien. Tussen de buien door is de zon af en toe te zien, maar tijdens de buien kan plaatselijk veel regen vallen en is ook een klap onweer niet uitgesloten. Het wordt morgen zo'n 18 graden in de regio. Ook zaterdag houden we nog enkele buien, maar die zullen wel minder actief zijn. Zondag verloopt waarschijnlijk droog en dan zal ook de temperatuur weer iets oplopen naar zo'n 20 graden. In een nieuwe week kan het nog iets warmer worden. Tot zover het RN7 regionieuws van donderdag 21 september. Volg ons ook op Facebook, X en Instagram via RN7 Online en houd voor het laatste nieuws onze websites en app in de gaten. Graag tot morgen!